De Nederlandse binnenvaart is sinds kort benoemd tot UNESCO-erfgoed. Dit houdt in dat het beschermd en bewaard moet blijven. Henk Nui van het Nijmeegse Binnenvaartmuseum is hier maar wat blij mee. Binnenvaart is ook in Nijmegen van belang voor de stad. Waarom dat zo is, wordt uitgelegd in het Binnenvaartmuseum. Ook kun je hier meer leren over de geschiedenis van de binnenvaart. De Nederlandse binnenvaart is nog niet lang UNESCO-erfgoed, maar dit is wel heel belangrijk volgens Henk Nui. Door de veranderingen moet het oude beroep beschermd en bewaard worden. De binnenvaart is natuurlijk een heel oud beroep. Hè, wat eigenlijk al jaren bezig is. En hetzelfde als de kermis is een tijdje geleden ook UNESCO-erfgoed geworden. En de vereniging De Binnenvaart die heeft daarvoor gezorgd dat de binnenvaart ook UNESCO-erfgoed wordt. De binnenvaart bestaat al een hele tijd, maar is zeker niet onbelangrijk voor onze toekomst. Toch moeten we het verleden ervan ook niet vergeten. Nou, ik denk dat het eigenlijk best wel een mooi en een oud beroep is, binnenvaart. En dat het ook echt toekomstgericht is. We hebben in de toekomst ook echt een binnenvaart nodig als transport. En het verleden is natuurlijk ook belangrijk. Nijmegen heeft een welbekende kade en haven. Hierdoor is de stad een belangrijke plek voor de binnenvaart. In Nijmegen, ja, Nijmegen is natuurlijk een binnenvaartstad. We hebben binnenhavens en we hebben een kade. En de binnenvaart, de Waal, ik weet niet hoeveel binnenvaart komt langs Nijmegen. We hebben ook een bunkerstation hier. En we hebben hier uiteraard ook een schippencentrum in Nijmegen. Het Binnenvaartmuseum in Nijmegen is zo'n 5 jaar geleden opgericht met oude spullen vanuit de binnenvaart. Zoals modelschepen. Ook is er een bibliotheek te vinden met boeken over de scheepvaart. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwd gedeelte van het museum. Het museum zijn we 5 jaar geleden gestart met oud materiaal, wat we konden krijgen van oude schepen. En dat hebben we langzaam uitgegroeid tot een museum van oud tot nieuw. In de binnenvaart vinden veel veranderingen plaats die volgens Henk Nui van belang zijn voor de toekomst. Dat is ontzettend veel. Ik ben, denk ik, dat ik 60 jaar bewust meedraai in de binnenvaart. En als ik zie wat daar veranderd is, dat is ongelooflijk. Als je echt de oude stuurhut ziet en de nieuwe stuurhut. Nou, we kunnen het straks misschien laten zien, maar dat is een wereld van verschil. Ah, de toekomst, de binnenvaart, die wordt steeds moderner. Ze zijn nu zelfs bezig met onbemande schepen. En dat gaat ook de toekomst worden. Met steeds minder mensen, meer vervoeren, net als overal.